Hoi, vandaag heb ik voor jullie weer eens een shopvlog! Ik heb kleding en ik heb schoenen en eerst heb ik een disclaimer. De afgelopen maanden heb ik namelijk heel veel kleding weggedaan. Ik denk dat ik uiteindelijk maar 1/10 over heb gehouden van wat ik altijd had. Omdat ik heel erg aan het kijken ben naar wat zijn de basics, wat draag ik nou echt. Mijn kast is niet meer stampenstamp vol. Ik heb broeken, ik heb shirts, ik heb jurkjes. Maar lang niet zoveel als ik altijd had. En ik ben nu een beetje terug aan het gaan naar... ja, toch al wat basics die ik dan wat vaker kan dragen. En laatst was ik met mijn lieve vriendin Yves van Enterprise Me TV. Abonneer, want ze vlogt heel leuk ook. En zij is echt mega goed ook met kleding. En zij heeft mij geholpen met een paar basis pieces uitkiezen. Dingen die ik nodig heb. Dus vandaar dat ik wat dingen heb gekocht. Het is niet zo van, oh, ik doe weg, ik koop. Maar ik ben meer van dingen aan het wegdoen. Die ik gewoon niet meer draag. En ik probeer langzaam aan een garderobe te creëren die een beetje soort van tijdloos is. En een beetje, ja, dat ik er langer mee kan doen. Oké, laten we beginnen. Als eerste een paar sneakers. Ik heb namelijk 1 paar sneakers dat ik heel regelmatig droeg. Een Nike paar lichtroze met een beetje peach erin. En die zijn volledig geruineerd bij een festival. Maar echt tot in den treuren dat ik dacht, ik heb ze letterlijk gepakt en in een vuilniszak gegooid. En dag, ik was denk ik... 4 jaar gedragen of zo. Daarna had ik niet echt gimpen meer die ik gewoon everyday zou kunnen dragen. Dus Foef, de sneaker kicks Foef master, die is heel erg into gimpen. En die heeft mij hierbij geholpen. Ik ben echt een beetje een noob wat betreft gimpen. En ik ben voor deze gegaan. De Nike Air, ik weet niet welk nummer. Ze zijn niet helemaal wit. Ze zijn een beetje lichtgrijs. En ze hebben dus dit... rubberen deel hier en dit kan je zo indrukken en je ziet dat ik echt geen verstand heb van sneakers, maar ze zitten heel lekker en dit zijn dus mijn nieuwe, ja, de sneakers, nieuwe sneakers die ik dan ga dragen als sneakers. Oh, Air Hurrache by Nike, dat dus. Ik heb wat dingetjes bij H&M besteld, als eerste dit broekje die ik echt geweldig vind. Het is een kort broekje met een soort grijs suède stofje. Hij zit echt heel lekker. Hij zit een elastiek hier. Hij zit... ja, hij is niet super stretchy of zo, maar het is echt een heel, heel, heel mooi basic broekje. Dan basic shirtjes. En als eerst deze witte. Gewoon een witte t-shirt. Die zit een beetje strak. Niet super strak, maar hij zit ook niet super los of zo. En hij heeft een V-neck. En dat is denk ik toch wel mijn favoriete type shirt. Ik twijfel wel een beetje over deze stof, want dit soort shirts zijn bij mij best wel snel dat ze kort krimpen of zo. Maar ik weet het niet. Nou, in ieder geval een basic wit shirt. Datzelfde shirt in het zwart. Dus een basic zwart shirt met een V-neck ook. Ik vind dit echt wel lekker om ook gewoon onder jasjes te dragen. Of onder van alles. En ik vind V gewoon mooier dan een rondje. En dit gestreepte shirt. Dit is blauw met wit. Hij lijkt heel erg op die andere, maar hij zit wat losser. En het stofje is een beetje transparant. Ik ben heel erg gek op dit soort stofjes. Een soort van gaasje. Je kan er doorheen kijken. En ja, het heeft iets luchtigs. Het is met blauw, dus wel een beetje kleur en toch basic. En tenslotte een lange zwarte jurk. Dit is hoe die eruit ziet. Gewoon met korte mouwen, losjes, lang. Hij is voor mij iets te kort, omdat het elastiek komt... Mijn taille zit een beetje hoger dan gemiddeld. En hier heb ik altijd issues mee. Gewoon mijn buik is gewoon wat boller. En ik heb wel taille, maar die zit iets meer hier. Dus als ik dan een elastiek van een jurk of wat dan ook... ja, dat kruipt vanzelf daarheen. Waardoor het te kort wordt, omdat ik ook vrij lang ben en lange benen heb. Maar op zich is het niet zo erg. Het is een lekkere jurk voor over... weet je, over je bikini of om thuis te chillen. Maar ik kan dit niet met hakken aan of zo. Maar ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Het is echt wel een soort van chill jurk. Dan gaan we over naar Zara en daar heb ik ook wat basics gekocht. Dit shirt, ik twijfel een klein beetje over deze shirt. Jullie moeten eerlijk je mening geven. Ik vind ze namelijk erg breed en daarnaast ook kort. Of althans, ze zijn qua lengte precies goed, maar ze zijn, zeg maar, het is een soort vierkant lijkt het wel. Of een rechthoek zelfs. Ik heb dit in het zwart en ik heb datzelfde shirt heb ik ook in het grijs. Het stofje is wel echt heerlijk, super super fijn. En ik heb dat shirt in het blauw met wit gestreept. Ik vind ze zien er mooi uit, kwalitatief goed stofje en zo. Maar ik twijfel een klein beetje over de vorm. Ligt dat aan mij? Misschien is het omdat ik altijd lange shirts gewend ben. Ik ben echt niet van de crop tops of wat kortere shirts of wat dan ook. En vaak als ik voor een los shirt ga, ga ik voor lang en los. Maar ja, misschien moet ik daar ook maar een beetje mee stoppen. Want daardoor lijk ik ook weer boller en zo. Dus, maar goed, jullie mening graag over hoe deze shirtjes vallen. Let me know.
Ik heb ook schoenen gekocht bij de Zara, maar ik vond ze echt niet leuk. Echt, dus ik ga ze terugbrengen. Het is gewoon helemaal niet mijn stijl. Je ziet het voorbij komen in een vlog. Hoe die eruit zagen. Een soort van zwart, beetje lak met een punt. Nee, nee. Ja, het is gewoon niet mijn ding. En ik vond ze bijvoorbeeld wel heel leuk. En dat zijn van die schoenen die zijn heel leuk als je wat kleinere voeten hebt. Maar ik heb gewoon, ik heb maat 41 of 42. Nee, dit is echt gigantisch groot bij mijn voeten. Ik vind het niet zo mooi. Maar goed, dat was er dus ook. Dan gaan we verder met loafies. Om te beginnen dit broekje. En hij ziet er in eerste instantie super cute uit. Ook op de site. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik hem aan heb, vind ik het meer een chill broekje voor thuis. Of bijna zelfs een soort van pyjama broekje. En weer, eigenlijk hetzelfde als net met die schoenen. Ik kan me voorstellen dat bij sommigen dit heel cute staat en zo. Maar bij mij is het gewoon, ik weet niet. Het is net iets te pyjama stijl of zo. Deze zwarte ripped broek. Oh, deze is zo vet. Dit is mijn favoriete aankoop van alles bij elkaar. Deze broek is echt love it. Hij is prachtig. Hij zit echt heel erg goed. En dit is mijn eerste echte ripped pants. En ik dacht, weet je, ik moet ervoor openstaan. Ik had hem aan en ik dacht, wauw, dit is echt te gek. Ja, mijn favoriete aankoop, deze broek. Deze grijze broek met vlekken. Ik raad je aan om hem een maatje kleiner te nemen. Hij zit best wel, hij is best wel erg stretch. En ja, deze kan misschien nog wat gaan uitlubberen. Maar ik vind deze ook erg mooi. Het is gewoon echt een lichtgrijze broek met een soort vlekjes erop. Het is weer eens wat anders. Vind ik leuk. Dit zwarte shirt. Echt een leuk shirt. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij doet me denken aan van die American football shirts. Maar dan een soort van netter of classier of zo. Met die gaatjes hier en aan de zijkant. Ik vind hem heel cool. Foef vond hem ook heel cool. En ja, jullie weten inmiddels, Foef heeft wel een beetje verstand van kleding. Hij vond dit ook heel erg leuk. Dit hemdje vond ik een beetje een veil. Ik heb nu binnenste buiten volgens mij. Ja, het maakt niet eens uit. Maar ja, ik vind het geen mooi hemdje. Hij valt niet zo mooi. De kleur is top, maar het ziet er echt uit alsof hij gewoon heel cheapy van de markt is. En ja, jammer. Dan dit zwarte jurkje. Strak zwart jurkje met een rug die iets lager open is. Net boven het BH-bandje. Ik vind hem eigenlijk best wel heel erg leuk. Hij is ook vrij lang. Hij komt tot ongeveer tot over mijn knieën, geloof ik. En voor een basic zwart jurkje vind ik hem echt wel tof. Weet je, je kan hem combineren met van alles. En ja, vind ik echt wel een hele leuke aankoop dit. En ook een rood strak jurkje. Deze is kwalitatief een stuk beter dan die zwarte. Zwart is prima. Deze is echt wel goed. Deze is een dikkere stof. Het lijkt alsof die soort van dubbel, dubbel is. Dubbel. Deze heeft ook een iets lagere rug. Niet extreem. Korte mouwtjes. Mooi, strak. Echt een mooi basic rood jurkje. Denk voor als je echt een basic zwart jurkje, zwart in kleur, dan is dit echt wel een fijne aankoop. Dus thanks Eve met meehelpen, meedenken daarin. En dat was het. Dit waren al mijn aankoopjes. Ik ben het meest blij met de zwarte lange broek. Ik ben ook blij dat ik eindelijk weer gympen heb. Want ik heb heel vaak dat ik denk, ik trek even een paar gympen aan. Of als ik weet dat ik veel ga lopen. Of weet je, gewoon comfort. En dit zijn gewoon leuke gympen. En verder, oh, het korte broekje van de H&M vind ik ook erg leuk. Maar de zwarte lange ripped pants is echt my fave. Ik hoop dat jullie mijn shoplog leuk vonden. Als je nog tips hebt hoe ik dingen kan combineren. Oh, en jullie mening over de shirtjes. Laat het even achter bij de comments. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan denken. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Hoi, vlak voor het nieuwe schooljaar begint doe ik altijd iets van een back to school video. En het leek mij leuk om nu voor back to school iets te doen.